Ik zit elke dag alleen. Ik heb hooguit 30 minuten fysio en tot zover mijn sociale leven. Werken, studeren, uitgaan, sporten, het gaat allemaal niet. 9 jaar ben ik elke dag in mijn eentje. Waar vind ik een sociaal leven? Ja, die noodoproep deed een jonge vrouw uit Nijmegen een tijdje geleden op Twitter. En ze kreeg echt duizenden reacties. Zij durfde het te zeggen. Maar hoeveel jongeren lijden er stil in hun eenzaamheid? Maar liefst 4 op de 10 jonge mensen voelt zich tenminste 1 keer per week eenzaam. Dat blijkt uit een onderzoek van Eén Vandaag. Eenzaamheid kan allerlei oorzaken hebben. Misschien ben jij gepest op school. Is er thuis geen veilige plek voor jou? Of je bent opgegroeid in een andere cultuur. Of je hebt verantwoordelijkheden die je eigenlijk niet aan kan. Eenzaamheid staat meestal niet op zichzelf. Het kan leiden tot vluchtgedrag, verslavingen of slaaptekort. Ja, soms kun je heel veel mensen om je heen hebben en je toch stik eenzaam voelen. Om de simpele reden dat je geen band voelt met die mensen om je heen. Eenzaamheid kan voelen als een draaikolk waar je ongemerkt in terechtkomt en steeds verder naar beneden getrokken wordt. En door corona zijn er misschien wel veel meer mensen dan ooit richting die draaikolk gedreven. Hoe blijf je er vandaan? Zwem tegen de stroom in. En doe het moedigste wat je kan doen. En dat is help roepen. Ja, dat kan op die manier van die jongeren uit Nijmegen. Maar je kan ook iemand bellen. Of iemand appen. En met wie je samen kunt zoeken naar manieren om echt in verbinding te komen. Wat doe jij graag? Is er misschien een sport die je geweldig vindt? Hou je van muziek? Ga je misschien naar een kerk? Ja, zoek actief naar activiteiten waarbij je andere mensen ontmoet. En daar hoef jij je echt niet voor te schamen. Want echte vrienden komen bij niemand aanwaaien. Kom in beweging en je zult ontdekken dat er mensen zijn die echt om jou geven. Of zoals ik iemand ooit hoorde zeggen, vrienden zijn die mensen die vragen hoe het met je gaat en dan wachten op jouw antwoord.